Ik wil nu aan het Heer vragen om op te staan en op de vragen te antwoorden. Broeder Gerrit-Jan Coudé, die u gereeds uit uw ambtswerk kan varen, herinner u altijd met dankbaarheid dat Christus zelf de Heer en de Herder is van zichzelf. En dat het zijn eigen kudde is die u wordt toegevallen. Hij heeft haar verworven door zijn bloed in zijn kerk. Ontvang uw dienst en blijdschap. Voed u zelf met het woord van God. Volhard in het gebed. Vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. Zo vraag ik je, geliefde broeder, in de eerste plaats. Geloof je dat je in je roeping door deze gemeente, door onszelf, voor deze dienst bent geroepen? In de tweede plaats aanvaardt u de Heilige Schrift als bron van de prediking, als enige regel van het geloof. En dat u zich verzetten tegen al wat daarmee gestrengd is. En de derde geloof je de ambt waardig en trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt. Beloof het geheim te houden, dat vertrouwen op uw kennis komt. En beloof u die taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. Wat is hierop uw antwoord? Ja, met heel mijn hart. Daartoe helpt mij God, de Almachtige. Gemeente, zusters en broeders, wij willen u samen eerst bidden tot de Almachtige God in gemeenschap met heel de kerk in een en op aarde, dat hij zijn genade geeft aan broeder Gerrit-Jan Coudé, die hij roept als dienaar van het woord. Daarom wil ik de andere predikanten en dienaar van het woord uitnodigen om hier om me heen te staan. We gaan staan. En als gemeente zingen we eerst, O Vader, wol van een